Zo, deze week een hoop bijzondere dingen gebeurd. Ik ben op zoek gegaan naar een pony. Omdat Rambo, die stond vaak met Rixter of met Newton. Nou, ja, zoals jullie allemaal weten is Newton verkocht en hebben we afscheid moeten nemen van Rixter. Dus ja, Rambo was een beetje alleen en zielig. En ik had een hele leuke pony gevonden, maar die mensen die belden op het laatste moment af dat die toch niet verkocht zou worden. En daar hebben we een hele andere leuke pony gevonden. Ze heet Lily. Dat willen we gaan veranderen in Luna. En het is een 3-jarige Welsh-achtige pony. Ze heeft geen papieren. Een super lief diertje. En Rambo is er helemaal verliefd op. Dus ik ben daar heel erg blij mee. We gaan jullie voorstellen aan Luna. Dat is Kees. Ja. Het is zondagochtend en zoals je kan zien aan mijn hoofd is het heel erg vroeg. We gaan een oefenrondje rijden in Zwijndrecht. Dus Gaudi staat er al in en we gaan op weg. Er zitten nog twee onuitgeslapen hoofdjes naast me en die willen er nu nog niet op, maar die komen er straks wel eventjes op. En die gaan mij vandaag heel gezellig helpen. Hedy en de zus As. Dus we maken er een hele leuke dag van. Zo, het begin. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja. We zijn hier lekker naartoe gereden, koffie gedronken, we hebben twee hulpjes, spannend. En we gaan lekker even stappen ermee.
eerste prijs. Gefeliciteerd. Vertel. 216 punten, min 2, van de kreet verkeerd. En ik heb een 8 voor een appie. Oh nee. Nee, ik heb geen ril. Nee, dat is geen 8. Ril? Ja. Nee. Nee, dat is geen 8. Met een aantal 7's. Houdingen zit weer een 6,5. Ik dacht laatst dit 6,5. Oké. Leuk. Ik vond het zeker een 8, maar ja, ik ben misschien bevooroordeeld. Nou, ook zeker. Oké. Maar ik ga thuis met bril eventjes. Ja, is goed. Maar eerst de prijs, gefeliciteerd. Ja, goed gedaan. Yay! Kijk eens. Nou, mijn start gaat terug. Nou, hartstikke leuk. Ja, zeker wel. Echt. Top. Dat is dan de...